Robert, ja, je moest even snel naar binnen, want moest je even wat laten bezinken. Je hebt nog niet gedoucht trouwens, dus het is wel allemaal nog heel vers, hè? Ja, het is allemaal nog vers, ja. Ja, als je het zo weggeeft, hoe we het vandaag weggeven, echt. Ik denk dat je de eerste helft gewoon goed speelt. Maar je maakt gewoon echt twee persoonlijke fouten, waardoor je gewoon twee goals weggeeft. Ja, en dan moet ik zeggen, dan zit het geluk ook niet mee. Ik denk dat je genoeg mogelijkheden hebt gehad. Echt uitgespeelde kansen creëer je ook niet, maar de mogelijkheden zijn er wel. Maar... dit mag gewoon echt niet gebeuren. Vraag je inderdaad af, wat gebeurt er nou? Ja. Van die laatste weken? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, je gaat bij jezelf te raden. Waar ligt het aan? Wat doen we verkeerd? Maar ja, als het allemaal zo makkelijk was, dan hadden we het waarschijnlijk wel omgedraaid. En dat moet volgende week maar gebeuren. Wat voel je? Wat voor stress voel je? Want het was het hele seizoen een kwestie van tijd volgens iedereen, totdat jullie die schaal omhoog konden houden. En nou maak je het voor de neutrale toeschouwer onwijs leuk en spannend, maar voor jullie zelf moet dit een gekhuis zijn. Nee, dat is ook zo. Ik denk niet dat het echt stress is, maar het is gewoon vooral teleurstelling nu nog. Ik bedoel, daar hoor je ook dat Kozakkoers gelijk speelt, dus als je had gewonnen had je gewoon kampioen geweest. Ja, dan moet je zelf echt achter je oren krabbelen dat je het vandaag zo hebt weggegeven. En nogmaals, ik heb het wel heel vaak gezegd dit seizoen. De pers, de media, iedereen zei al dat we kampioen waren. En ik heb altijd gezegd, je bent het pas als je die schaal in handen hebt. Nou, dat blijkt maar weer. Ja, en zij zijn misschien de ploeg nu, Kozakken Boys, met de meeste vertrouwen. Denk je niet ook helemaal op hun eigen sportpark volgende week? Ja, maar dat zegt me allemaal niet zoveel. Nee, want wat gaan jullie deze week doen? Wat doe je voor jezelf om je deze week weer op te laden en toch helemaal vol zelfvertrouwen daar naartoe te reizen? Ja, je moet gewoon normaal doen en gewoon de dingen doen die je altijd doet, die je iedere week doet. Ik denk dat het hartstikke goed is dat je gewoon maandag even lekker vrij bent, dat je even je kop leeg kan maken. Ja, dan zou je dinsdag gewoon weer volle bak moeten trainen en dan zou je het af moeten maken zaterdag. Maar ja, dat een zware kluis zal worden, dat mag duidelijk zijn. En merk je ook verschil, jij als aanvoerder, ervaren jongen natuurlijk, merk je ook verschil hoe spelers hiermee omgaan in de kleedkamer of ja, richting zo'n wedstrijd? Afgelopen twee keer was die schaal er, nou voor de derde keer komt hij volgende week naar de zwaaier. Ja, merk je daar ook een verschil in hoe iedereen ermee omgaat? Nee, kijk, iedereen zegt allemaal wel dat het allemaal hetzelfde gebeurt en dat we hetzelfde blijven doen. Maar het moet gewoon in je kop goed zitten. En als je gewoon helemaal als een stresskip op het veld loopt, ja, daar heb je gewoon niks aan. En natuurlijk kan je wat verhalen vertellen, kan je wat dingen zeggen om wat stress weg te nemen. Maar het ligt eraan hoe je er zelf mee omgaat. En dat leer je pas als je het ervaart. Ja, heb je de afgelopen twee wedstrijden stresskippen gezien? Nou ja, ik kan alleen naar mezelf kijken en... Ik moet heel eerlijk zeggen, bij mij valt het wel mee, maar nogmaals, dat is ieder voor zich.